goedemorgen, welkom Dunay, welkom allemaal, baie welkom. Ja, en we gaan ons nou alle welkom sê tot die mense op tafel, tot die ander mense. En môre. Ja, ek meen, ons is nou raar. Julle, ons is nou lang. Wat? Okay. Dis nie ek beswaar nie. Ek sê jy, ek gaan shop. Jy nou dit gaan shop? Go. Ja, ons gaan shop. Het jy die sakke gevoel? Nee, my wil ek nie. Het julle gaan shop? Wat die daai idee vir jou gegee? Okay, ek hoop dit is jou eie geld, nee. Oké, so wat was die motief van die shopping stream? Daar was 50% sale. Kom, kom ons toe van jou, hoe kon ek jou gaan shop? Dis 'n baie goeie vraag. Kan wat gaan, ek het nie baie goed gevoel nie. Toe sê ek, okay, ek gaan saak maak en toe kom ek terug met 2 sakke en ek weet nie wat het gebeur het nie. Ek dink ek gaan weer saam met my shop nie. Nee, gaat nie. Ek het nie meer geld nie, ek het ook rent gaan betaal vir hierdie maand nie. God, ek weet nie hoe ek gaan eet vanaand nie. Ek bly nog in die huis, man. Right, ek gaan binne gaan eet. Is reg. Fantasties. Okay, so die ding was dat ons 50% afslag. Ja, ons het sleg gevoel om te gaan shop ons. En hoe voel julle nou daaroor? Ek voel niks. I'm in teens. Great. Nie so great. Nie so goed nie. Okay, so. Dit laat my nou dink aan vandag se droom. So vandag ons het besig om Bybelse drome. Ja, ons is en ons kan dit gaan kyk op die webblad. Wat is die webblad se adres, Dunay? Christkids.tv. Christkids.tv. Dankie. Wat sou jy gesê het? Okay, wat is die kanaal, die YouTube kanaal? Christkids, gaan subscribe en like. And turn on that post notifications. Yes. That you get notified every time we post a brand new spanking video. Great, ons kyk dit in die video. Kom ons kom dan jy die oom uit. So vanoggend sê die oom is die volgende. Dis nog ons 'n ongenome ene. Hy sê die liefde vir geld is die wortel van kwaad. Ha, dat was stolte. Fantastisch. Okay, so, kom ons. Dit is 'n hamer. Gelukkig het ek nie meer geld hoor nie. Ja. Okay, great. So, kom ons draai uit daar. Goed. Nou. Kom ons ry al. Okay, so. Ja, ek gaan my goed gaan neersit. Ek gaan 'n bietjie wat doen. Dit is baie swaar. Ek het al hierdie armpies gesien. Dis niks. Alright, kom ons terwyl julle nou al julle swaarsak en boeries gaan insit, ons lees Prediker. Prediker 5:9 sê die volgende: die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie. Ook hier kom dit tot niks. Okay. So die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad. Okay. So ons moet mooi verstaan. Ja. Ons het geld nodig om enigiets te kan doen. Ja. Jy het geld nodig om kos te gaan koop, om skool te betaal, om klere te koop. Jy het geld nodig. Alles betaal, jy moet geld om te kry. Ja. So die groot ding is geld in onsself. Daai R20 of R50 nood of watter kos se nood, daai geld is nie sonde nie. Dit gaan oor wat in my hart aangaan en hoe ek die geld sien en wat ek dan nie doen en hoe jy dit dan belangrik dit vir my is. Dis wat dit probleem is. So hierso gaan dit half oor van as geld my belangrik is, dis al wat belangrik is, al wat ek dink, ek wil net nog geld hê of ek voel dat ek het net nie genoeg geld nie, ek wil eintlik meer goed koop en ek wil nog goed hê, dan raak dit 'n probleem. Ja. Okay. So dit is eintlik dis wat dit doen. Ja. Yeah. Okay, so dis wat ek bedoel met geld. Is dit wortel van alle kwaad? As dit verkeerd gebruik. Ek kan nie van wortels nie. Ek het nog 'n vraag gedoen. Ja, sy het 'n vraag. Maar kos nie. Volgende vers is 1 Timoteus 6:10. Okay, 1 Timoteus 6:10 sê voor. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal, daar het hulle self baie ellende op die huis. Ja, al die wortels is gewond. Ja, verstaan jy? So, geld is nie belangrik nie.
Het gaat niet hoe het gedraaid. Ja. So, wie moet de eerste naar haar? Jezus! So, Jezus kon eerst. Ja, altijd. Van de Bijbel, ja. Jezus kon eerst. Zoals so, ik weet, het geld is belangrijk niet. Nee, Jezus kon eerst, al dingen is raag, dan is het fijn. Oké, okay. So, hoe behandel ik mijn geld? Hoe bestuur ik mijn geld? Hoe gedraai ik mijn geld? Jij spaar! Spaar, wat voor spaar jij? Ja, wat voor spaar jij? Fred Appelwatch! Oké, okay. Ons het appels hier zo aan de kant, dan kan je appel op je leuzes rond je Apple Watch. Zelf erin, oké. Zij kan hij niet naar hem kijken dan het Apple Watch. Oké. Los geld spandeer is belangrijk. Oké, ik wil al gehoord van het tiende geën. Nee. Het begin van wiskundeklas. Kaartsgewijs. Ik wil al gehoord van ik moet mijn tiende geën. Ja. Oké, ik ga naar de Nike, kom eens gedeeld. Ik ga naar de Nike weer. Oké. Okay. Oh. Allemaal van jullie krijgen zakgeld. Gewoonlijk. Ja, gewoonlijk. Als je altijd werk is, niet als je stuurt. Oké, maar toch, kun je die werk, die zakgeld is salaris. Salaris, ja. Als het zakgeld is, niet zo. Niet zoals hier gaan die oude mensen. Ja. Zo, hier gaan ze. Dit, ons is dankbaar voor ons daar. Ons is dankbaar voor wat ons heet. En ons is dankbaar voor die jullie voor ons zorg. Yes. So, wat ons doen is, in die oude dat het geoos of het vier gehoord en het deel van dit jullie gegeven. Ja. So, dit is waar die tiende vandaan komt. Ik kan precies gaan uit dat 10% tiende. Ik kan een deel wat ik krijg, een deel daarvan gegeven van jullie. Ja. En dit is die kaart ook waar, want die mensen geven het tiende voor die kaart en dit is al die dingen kan doen. Ja. Ons is juist nou bezig om in de wiffel te bouwen voor die kaart. Ja, zo is het. So, geld is niet het probleem nie. Dus hoe ik dit benoder? Oké, wat ik dan niet doen? So, nee, Carla. Niks de wortels te doen nie. Ik moet mijn geld met als het volgende maand doen hy, dan als je je zak gaat krijgen, en dat ons ook gelukkig doen is, ons geef dan eerst ons tiende. Dan zet ik mijn geld in een blikje, en dan gaan we het onder de grond, en dan hoef ik niemand aan het vatten, en dan totdat ik genoeg geld heb. Maar hoe kan je het weer dan? Ja, je is een tuin waard nu. Ga je dan in de grond begraven? Ja, als het plek. Alright, goed, neem hem aan. Oké, zo. Dat zijn ze. Geld, als het geld nodig is. Ja. De Heer komt altijd eerst in. De Heer is ons waterlanger. En hij heeft ons alles gegeven. Zijn deze van zich hier. Zoals ons deze voor de Heer. Als we altijd het deel vinden dat ons gekruid terug te Heer. En als die ons geld kiest, raag. Raag. Yes. Ja. Yes. Die gaat mijn koffie kopen. Oh, ons kan niet. Dank je, Denai. Ik denk ons gaan niet. Dank je, ons gaan niet. Kraakelijk! Nee!